Gerry van Kampen, stadionspeaker. We hebben elkaar... Staan we weer. Ja, we hebben elkaar gesproken voordat de eerste thuiswedstrijd kwam. Toen sprak je over één wedstrijd en dat was dit. Ja, Arnhem thuis is altijd het allerleukste. Ja, ja, dit is hem wel. Nu is het wel. Ja, dit is hem wel. Ja, ja. Ja, ja, ja. Daar is ook leuk, maar hier is veel leuker. Ja. Kun je een beetje uitleggen, wat is dat dan? Ja, dat is natuurlijk iets wat gegroeid is in al die jaren, weet je. Ik bedoel, Karel Alders begon er natuurlijk mee, ergens half jaren 90 of zo, begin jaren 90. Begon hij te roepen en dingen te doen en één club in Gelderland is genoeg. En dat moet je tegen de Nijmegenaar natuurlijk niet zeggen, weet je. Dat kan natuurlijk niet. Kun jij jouw eerste NEC Vitesse nog herinneren? Om mijn eerste wedstrijd? Ja, ja, zat ik met mijn vader, op de Hazenkamp. En toen stonden er nog vlaggenmasten. En was Hazenkamp naar binnen en dan linksaf en dan de eerste vlaggenmast. Daar zat mijn vader altijd met de rug tegenaan. Ja. En ik zat daarnaast. En wat werd er toen? Geen idee. Nee, weet ik echt niet meer. Ik denk ergens 70? Okay. 71? Zoiets. Ik weet het niet precies meer. En was die strijd er toen ook al zo? Nee. Tussen Arnhem en Nee. Ja, het was gewoon leuk. Ja. En verder maar niet, helemaal niet. Nou ja, je hebt een aantal meegemaakt als stadionspeaker natuurlijk. Wat is de mooiste geweest voor je? 4-1. Ja, ja. En wanneer was dat? 4-1 was 2000 of 2001, denk ik zoiets. Net een nieuw stadion ook natuurlijk. Het was net klaar. George Ristoff, die maakte er toen een stuk of wat. En de andere was, weet ik niet meer. Ben je nou ook zo zeker voor zondag? Nee. Nee. Ik ben niet zo zeker, nee. Maar aan de andere kant, ik heb niet heel veel wedstrijden vanuit Arnhem gezien. Maar ze zijn niet zo heel goed. We hebben natuurlijk corona gehad, we hebben lege stadions gehad. Je hebt hier gestaan met echt voor 30 man op de tribune. En nu is hij voor de eerste keer vol, hè? Nu is hij voor het eerste keer vol. Maar ook tot de laatste stoel ook. Ja. Tot de laatste stoel. Ja. Hoe moet dat voor jou zijn? Ja, geweldig. Ja. Dat wil je meemaken en de sfeer en dan gaat het daar schreeuwen en dan gaat het daar schreeuwen en dan, hè, lekker. Ja, vooral dat hoekje daar. Ja, ja dat hoekje daar gaat dan schreeuwen. Ja, dat is goed. Ja. De sfeer moet fantastisch zijn. We hebben al een aantal thuiswedstrijden meegemaakt. Nou, toen ging het al over deze wedstrijd terwijl er een andere ploeg stond. Ja. Maar hoe ga jij dat? Ja, je zegt van het doet mij niks, maar ik kan me ook voorstellen op het moment, ja, het moet voor jou natuurlijk ook genieten. Tuurlijk. Nee, het doet me van alles en ik vind de sfeer altijd fantastisch en geweldig. Maar ik ben natuurlijk gewoon heel erg gebonden. Ik kan niet schreeuwen, ik kan niet doen, ik kan niet gek doen, ik moet gewoon doen wat ik moet doen. Als die 1-0 valt? Als die 1-0 valt, dan is het goed. Als ik kan roepen in 21e minuut maakt de NEC de stand 1-0, dan zeg ik dat is dikke prima. Maar dat is wel gewoon, ik mag niks. Ah, daarnaast, ja, weet je, is het ook zo'n wedstrijd waar van alles omheen gebeurt. Weet je, zolang het ludieke acties blijven, vind ik het prima. Ik vind dan dat slachtafval bij Rocky, daar denk ik van, nou, daar ga je wel een grensje over. Dat keur ik echt heel erg af. Maar ja, weet je, bedoel, laten er vooral heel veel ludieke acties zijn. Zonder dat ze elkaar verrot schelden en in elkaar rossen en weet ik het allemaal, dan vind ik het prima, vind ik best. Maar wat denk je? Wat gaat het zondag worden? Wat hoop je? Ik hoop 4-1. Zo? hoop ik. Ik hoop 4-1. En ik denk 3-1. We gaan het zien, dankjewel. Zeg ik nou Vitesse? Zeg ik normaal nooit. Nee, zeg op Arnhem. Hoe moet je dat dan zondag doen dan? Ja, ga je het wel zeggen of noem je alleen de speler? Opstelling van Arnhem. Okay. Veel plezier zondag.